Hoi, vriendjes en vriendinnetjes. Omdat boodschappen natuurlijk op dit moment even na corona het meest besproken onderwerp is, ga ik toch even mijn boodschappervaring met jullie delen. Nadat ik de deur naar de deel dicht gedaan heb, zijn hier nog honden, katten. Vette pech. Goed, om te beginnen. De gyms zijn dicht. Maar als je wel wil bewegen, moet je of lopen of fietsen. Dus ik was lekker fietsen naar de plus in Rolde. Dus dat is daarheen. Het is 5, 6 kilometer, denk ik. Dus zal ik gewoon laten zien wat ik gekocht heb? Nee, ik ga eerst gewoon vertellen. Ik kwam binnen. Zonder kloppen. Ik ging weg zonder een zoen. Maar het was dus wel zo. Het was rustig. Er stonden niet veel auto's. Er stonden heel veel winkelwagentjes. Dus ik had goede hoop. En ik pak zo'n rolmandje. Rol je mandje. Dun, de winkel. Journey. Maar goed. En alles. Eigenlijk alles wat ik zag was gevuld. Dat is helemaal goed. Ze hadden natuurlijk een aanbieding met wc-papier en zo. Maar daar ben ik niet nodig. Hallo? Mag het wat zachter? Zit iemand doorheen te tetteren? En na de supermarkt ging ik even zwaaien naar de hoed, zijn gym. Hey, Samuel! Doe eens wat zachter, joh. Ik zet de wifi uit, hoor. Het staat hartstikke zacht. Wat staat het op de... Maar het is... Sorry, ik dacht dat... Sorry, hè. Hey, Google. Volume 3. Sorry Samuel. Ik dacht dat jij muziek maakte. Maar het was dus de Google Home. Kan gebeuren, hè. Ik had hem pas 5 minuten geleden aangezet. Dus dat... Met koptelefoon hoor je niet alles even goed. Ik had even gezwaaid naar de hoed, zijn gym. En toen was ik naar de dierenarts. Want ik wou... Ik soms is het lekker om even kattenbroekjes te knabbelen, toch? Dus ik loop daar... Ik wil naar binnen. Ho! Mag 1 tegelijk naar binnen? Er hing wel een briefje waar heel klein stond. Dat 1, maar als je dat... Zet het dan heel groot op of zo, dat duidelijk is. Maar er stonden wel 4 assistenten naast elkaar achter de balie. Dat kan dan wel. Maar dan 1... Nou goed. Op een gegeven moment werd de hond door de dierarts opgehaald. Ik denk dat het baasje moest wachten in de wachtruimte. En toen kon ik naar binnen. Dus toen heb ik gehaald. Lekkere... Ik heb ooit een keer een discussie, niet discussie, maar een gesprek gehad met assistenten over een bepaald kattenvoer wat mijn lieve nicht Lydia geeft. Ze zei van, hé, maar je had toch ander voer? Ik zei, nou, daar heb ik over nagedacht, maar ik heb het nog niet. Oké. Nou, dus ik heb deze. Gelukkig mag het. ik heb wel discussies met haar. Van, ja, krijg ik ook korting? Nee, krijg ik korting. Je moet ook over ons betalen. Goed, de boodschappen. Eerste vriesdingen. Om Italiaanse mensen te steunen. Italiaanse groentemix. Groentenschotel. Oké. Ik had Italiaanse soepgoed. Ja, ik heb het toch niet al. En dan nog meer vriendenvriezer. Dit is mijn guilty pleasure. Japanse mix. Je mag er wel af en toe iets eten, vind ik. Dit voor de koffie. Lavazza Fruity Floral. Daar ben ik. Huh? Fruity and Floral. Chocolate, dry fruits, spicy, woodend. Is dat wat ze hebben of is dat wat het is? Ik ben nog niet helemaal thuis in de Lavazza. Maar er komt, als het goed is, komt vrijdag een koffievriendje voor mij bonen verkopen. Dus dan hoef ik niet meer in de supermarkt bonen te scoren. Wat heb ik nog meer? Kwark. Of 0% vet yoghurt. Met bosfruit. Maar ik ben van bos. Dus bosfruit is ook goed. Dus dat kan niet. Auw. Ik bleef even achter en daar achter hangen. Auw. Dan heb ik voor de pietermintjes.
pers sinaasappelen. Dus die mag ook bij de koelkast. Dit is een koelkastkrukje. En dit is het andere krukje. Dan heb ik voor mijn lieve schattenbout. Heb ik lekkere bolletjes. Ik was op televisie vanmorgen iemand die zei, ja, ik was gisteren bij de winkel om 4 uur en toen was er geen brood. Ja, maar normaal als je om 4 uur bij de winkel komt, is er ook geen brood meer, toch? Dus dat vond ik een beetje een domme doosactie. Ook voor mijn schatje, voor op het brood. Lekkere leverworst. Nee, dat wordt geen leverworst voor samen, hoor ik al. Nou, lekker om te snacken bij de borrel doe ik ook niet. Goed, dus ik heb weer een doos. Dan ik zo mijn opnamestudio toch voor betere akoestiek. Hoi. Voor de oude papiertjes. En dan heb ik nog een rugzak. Ik dacht, als ik een mandje heb, past het vast ook wel in mijn rugzak. Maar het mandje was groter dan mijn rugzak. Dan heb ik nog voor beide bundelmix cashewnoten. Ongebrand en ongezouten. Oh, deze zijn gebrand. Oh. Ik ben benieuwd wat dan veel lekker is. Normaal ben ik altijd van de ongebrand ongezout. Nog om te knabbelen. Tomaatje. Botteltje. Nog meer worteltjes. Normaal heb ik geschrapte worteltjes. Die waren wel op. Dan heb ik voor mijn lieve schatje nog een lekker toetje. Zijn we wel? Ja. Lekker toetje. Van de Rolo. Hallo, Rolo. Dan heb ik nog voor mijn lieve schatje lekkere koekjes. Lekkere koekjes. Stroopwafels met honing. Hallo, honing. Nou, dat is een vleesactie. 3 voor 7,50. Dus ik heb 4 bonen staan. En ik heb 4 runnetje platen. Die ga ik vanavond lekker bakken. En dan hadden ze ook, dat zag ook wel lekker uit. Italiaanse vink. Ik heb Italiaanse groenten met Italiaanse vinken. Dat kan ook wel, hè. En voor de aardappels, fonduches. In de oven kan dat heus wel. En dan nog brood nodig. Je melk nodig. Melk. En dit is voor de vriezer nog. En dat vlees zo ook, denk ik. Dus, net bij de plus hadden ze nog van alles. Hadden ze nog genoeg. Maar ik weet niet hoe het straks is. Maar doei.